achter ons is hier voor een moment een scheidje rijk bezig. Dat is een initiatief van het ABVV Vlaams-Brabant ten voordele van Kom op tegen kanker. Ik heb twee percelen gekocht van elk 5 euro. En er staat een koe achter mij. En als die koe op mijn perceel kakt, heb ik 500 euro gewonnen. Ik heb hem eens toegefluisterd, maar ik weet niet of hij geluisterd heeft. Dat moeten we nog even zien. En wat heb je toegefluisterd? Dat hij een beetje deze kant uit moet komen. Wat heeft de koe vandaag allemaal te eten gekregen? Die heeft deze morgen maïs gekregen. Te drinken uiteraard. En een beetje nooi. Hoe lang is het nu geleden dat ze haar behoefte gedaan heeft? Op de remorque heeft ze gedaan onderweg. Maar dat is van het vervoer. We hebben bijvoorbeeld het vak C8 hier en we willen zo dadelijk een beetje gras leggen hier op de 8A. In de hoop dat ze met haar lijf dan richting het midden staat, zodat ze kakt op de C8. Dat is de bedoeling. Maar of dat gaat lukken, dat weten we niet. Ik heb hem al een biertje aangeboden, dus... Komt wel goed. Ja, laten we het hopen. Zoals jullie wel weten, heeft een koe meerdere magen. Dus het verteringsproces is een zeer onvoorspelbaar iets. Maar we hopen toch dat ten laatste tegen 5 uur de koe zijn behoefte zal gedaan hebben. Is dat tegen 5 uur niet gebeurd, dan zullen wij via lottrekking een winnaar trekken.